Bij de Berenkuil, een druk verkeersplein in Eindhoven, is zaterdagmiddag een auto van de weg geraakt en op zijn kop beland. De wagen kwam rond 3 uur meters lager onder het talud op een fietspad terecht. In de auto zat een gezin dat de wagen op eigen kracht wist te verlaten. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In elk geval de vader van het gezin zou een wond hebben opgelopen. Hun auto is afgevoerd door een bergingsbedrijf en hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend.